Het is zaterdagmiddag 16 mei als het middelste brugdek van de Lijndraaiersbrug in het centrum van Maassluis weer sluit, omdat er net een bootje voorbij is. En dan gebeurt dit. Met een pestklap stuit het ding op het landhoofd. Wonder boven wonder raakt niemand gewond. De wachtende fietser staat er emotieloos bij. Er volgt onderzoek en al snel blijkt wat er mis was. Ja, hoe kon dat gebeuren? Uiteindelijk is het cilinder is van het wegdek losgeschoten, waardoor het wegdek in vrije val naar beneden kon vallen. En daarna zijn we de tekening ingedoken van hoe zat dat nou oorspronkelijk en waar is nou eigenlijk wat misgegaan? In het originele ontwerp zat een stalen lager. Uiteindelijk is tijdens het bouwen en de voorbereiding daarvan besloten om een kunststoflager toe te passen. Dat is op zich niet gek dat tijdens het ontwerp andere onderdelen ingezet worden. Het idee was dat dit onderhoudsvrijer zou zijn. Een menselijke keuze dus, maar als je dit type lager gebruikt, dient ook de rest van de brug daarop aangepast te worden. En dat is niet gedaan. Nou ja, laat het zo zeggen dat bij het ontwerp er bewust gekozen is voor een ander lager. En er had dus ook gekozen moeten zijn om een aantal andere onderdelen ook te vervangen. Dat is niet gebeurd. Uiteindelijk is daarmee het risico en de kans dat die brug los zou schieten is groter geworden. Wie zijn schuld is dat? Ja, over de schuldvraag wil ik het nu niet hebben. We zijn met alle partijen aan het kijken hoe we hier gezamenlijk tot een oplossing kunnen komen. En zolang die gesprekken lopen, zullen we daar geen mededeling over doen. De brug in de PCO-vlaan is alweer een tijdje open voor verkeer. Het doorvaren kan nog niet. De verwachting is dat halverwege augustus het reparatiewerk gedaan is en dan is de brug weer beweegbaar. Volgend jaar, voor de start van het vaarseizoen, vindt groot onderhoud plaats. En dat kan misschien wel maanden duren. En dan wordt de verbinding geruime tijd afgesloten. De kosten van het incident, waaronder ook het onderzoek en de reparatie, worden geschat op een ton. Wie betaalt dat? Ja, dat is een goede vraag. Dat zijn we dus nu aan het kijken. Wie daar een deel van de verantwoordelijkheid heeft. En hoe we daar het schadebedrag op kunnen verhalen.